Ja, F-gas, waarschijnlijk hebben jullie er nooit van gehoord. CO2 kennen we allemaal als broeikasgas. F-gassen zijn ook broeikasgassen, maar met een veel grotere sterkte. F-gas is een verzamelterm en sommige zijn echt tot 25.000 keer zo heftig als CO2. In de totale uitstoot van Europa dragen F-gassen ook ongeveer 2,5% bij. Ze zitten in koelkasten, airconditioning, warmtepompen. Het zit zelfs in cosmetische producten of gezondheidsproducten. Dus het zit echt in heel veel zaken. Ja, eigenlijk hebben we dat probleem zelf gecreëerd. In de jaren 80 was er het gat in de ozonlaag. Hè, dat werd ontstaan door CFK's. Die hebben wij vervangen door die F-gassen. Daardoor is het gat in de ozonlaag herstellende. Maar hebben we dus hele heftige superbroeikasgassen nu gecreëerd. Wat er op dit moment gebeurt om F-gassen tegen te gaan, is dat we een Europese wet hebben aangenomen in 2013. Die heb ik namens het Europese parlement uitonderhandeld. En die wet zorgt ervoor dat het gebruik van F-gassen al op allerlei terreinen wordt teruggedrongen. En in totaal zorgt dat voor een mindere opwarming van de aarde van ongeveer 0,4 graden. Dus er gebeurt al heel veel op het terugdringen van F-gassen, maar het is nog niet genoeg. We hebben natuurlijk nieuwe klimaatdoelen sinds het Parijsakkoord. Dus dat betekent gewoon dat we overal meer moeten doen, ook op het gebied van F-gassen. Maar wat ook gebeurde in 2013 is dat toen we die wet aan het maken waren, er een intense lobby was van de industrie die zei van niet te snel, langzaamaan. Er was zelfs zo'n intense lobby dat men filmpjes heeft gemaakt met bijvoorbeeld Brok en Olly. Large refrigerators like this one preserve food and minimize waste. They typically use F-gases for optimal performance. Het grappige is dat die ondertussen door innovatie en alternatieven diezelfde industrie nu zegt dat er meer mogelijk is. Er staat een hele hoop op het spel. Allereerst, wereldwijd neemt het gebruik van airconditionings, warmtepompen steeds meer toe. Dus als daar F-gassen in blijven zitten, ja, zal die uitstoot van F-gassen flink toenemen. Ten tweede, er zijn eigenlijk gewoon natuurlijke alternatieven beschikbaar. Die uitstoot niet hebben, die het effect op klimaat niet hebben, zoals die F-gassen. Ten derde is er ook echt nog een wereldwijd effect. We hebben gewoon allerlei andere landen die F-gassen produceren. Verenigde Staten, China, Japan. En eigenlijk zijn die natuurlijke alternatieven veel meer ontwikkeld in Europa. Dus als we nu een wet maken die F-gassen flink terugdringt en het stimuleren van natuurlijke alternatieven, is dat juist ook goed voor Europese bedrijven. Dus al dit samen laat wel zien, we hebben een nieuwe Europese wet dwingend nodig.